Andreas, ik heb begrepen dat de Tres Hombres bij zijn laatste reis een beetje last heeft gehad van water. Ja, hoe moet ik daarop zeggen? Dat is wel waar, maar het is veel beter dan last van het land, van steen te hebben bijvoorbeeld. Dus water kan je nog uit het schip pompen en dat is dan ook dagelijks gebeurd. En dat is ook iets, eigenlijk is dat ook heel normaal. Een houten schip is altijd zinkend. Als het niet zo is, dan heeft hij of een doodskleed omheen en dan is hij al dood, want dat heet niet voor niks zo. Nee, dat kan gewoon niet. Een houten schip lekt, ook is het maar een beetje. En soms trekken die naden wel weer dicht. Maar in sommige omstandigheden moet je gewoon constant bijblijven en het water uit het schip pompen. Ja. Jullie waren in Colombia? In Colombia, ja. Wat gebeurde er? Ja, Colombia is aan de noordkust, aan de Caribische kant, is het een hele... Het is heel droog, een hele droge wind en de zon is natuurlijk heel sterk in de Carib. Dus het schip moest daar even, heeft daar gelegen, ongeveer 14 dagen, want we moesten op de lading wachten. En dan kon het ook geladen, kon het schip niet vertrekken omdat het zo, omdat er zo'n harde wind opstak. Dat we niet van de lege wal wegkwamen. We hebben dan ook nog de verstaging aangespannen. Van na die oceaantocht, dan moet je er even weer wat spanning erin brengen. En natuurlijk heeft de zon op die zwarte romp gebrand en dan droogt het hout natuurlijk uit. En als het schip dan wegvoer, had het ook nog de vechten tegen 30, 35 en soms 40 knopen oostenwind. Maar als je de verstaging aanspant, trekt die dan ook de naden van de rompen uit elkaar? Nou... Ja, heel klein beetje natuurlijk. Normaal gesproken met een beetje water, dan zwelt het hout zo weer aan en dan is het normaal geen probleem. Maar door die droge wind en die zon is alles ook een beetje uitgedroogd. Dus, en dan moesten ze 12 dagen aan de wind, dus kruisend tegen 30, 35 knopen wind, moesten ze tegenaan varen. En dat heeft wel zijn tol geëist, zeg maar. Maar we konden het natuurlijk altijd bijhouden. We hadden kattenkoppompen aan boord, hebben we. En daarmee is de bemanning gewoon bij elke wachtwissel even aan het controleren hoeveel water in de bil staat. En zo wordt dat dan, wordt dan weer uit het schip gepompt en zo blijf je drijven. En dan merk je ook, met de tijd wordt het ook weer minder. Want het schip vaart door die golven en dan komt overal weer water bij. Dus het zwelt weer aan en dan wordt het ook weer minder. Dus maar de eerste twee dagen is het nog erger, zeg maar. En dan wordt het minder. Hoe is het eigenlijk om met een zeilschip zonder motor te varen op wat drukkere vaarroutes, zoals bijvoorbeeld het Engelse kanaal? Ja, dan verandert de naam Tres Hombres soms wel in Stres Hombres. Want je hebt, jullie weten hoe het aan toe gaat in het Engelse kanaal, hoeveel schepen richting het noorden, Duitsland en Noord-Europa gaan. Dus dat zijn vaarwegen, die zie je dan op zee zie je die niet, alleen in je kaart, de elektronische kaart ook. En ja, wij kunnen daar niet altijd aan meespelen met die spelregels die daar opgesteld zijn, want de wind zit gewoon tegen en de stroming. Maar wij hebben verder geen hulpmiddelen, geen hulpmotor, dus wij gaan zo goed wij kunnen. En dat moet maar geaccepteerd worden, want wij kunnen niet stoppen en thuis blijven vanwege die regels. Weet je, dan moet iedereen maar zeilschepen bouwen, dan heeft iedereen dezelfde mogelijkheden. Want het is sowieso oneerlijk met een motor te varen. Dus ik vind dat die motorschepen dan gewoon zoveel respect moeten hebben en moeten wijken. Trouwens zijn het ook de regels, dus ze moeten sowieso... Voorrang geven aan een zeilschip. Hoe is het contact met de autoriteiten en de andere schepen op zo'n drukke route? Nou, ik moet wel zeggen vriendelijk en correct. Dus dat houden we wel bij. Dus onze stuurlieden en de kapitein die zijn natuurlijk opgeleid voor dit soort communicatie. En dan wordt dan gewoon uitgelegd hoe het zit, wat voor mogelijkheden wij hebben. En als het kan, dan vallen we ook even af. En dan, weet je, dan doet iedereen, draagt er iets bij dat het gewoon veilig... veilig gevaren kan worden. Soms wordt je dan opgeroepen door de kustwacht en dan wordt gezegd, what is your intention?
En dan leggen we dat uit, wat onze intentie is. En dan wij proberen wel zo dwars mogelijk over te steken, de vaarroutes. Maar soms word je door de stroming toch nog weggedrukt. En dan ga je wel zo hoog mogelijk aan de wind. Maar de stroom zet je een beetje weg. En dan, maar dat leggen we dan uit. En ja, het wordt ter kennis genomen. En, ja. Ze zijn vriendelijk, vind ik wel goed. Merk je ook wel iets van bewondering misschien hier en daar? Nou ja, heel soms wel. Ja, dan zegt iemand, ja, ik ken jullie, ik volg jullie, als je dan met een stuurman van een schip spreekt. En dan, dat vind ik heel fijn eigenlijk, dat mensen er wel mee bezig zijn ook. Dan zit je, wij doen hetzelfde werk op een andere manier. Wij doen het zo dat je het in principe in 500 jaar ook nog kan doen zonder jouw ressourcen kapot gemaakt of opgebruikt te hebben. En die anderen moeten dat nog leren. Bedankt. Dank jou.